Welkom bij de hands-on video van de VU Plus Ultimo. De Ultimo van fabrikant VU Plus is een Linux gebaseerde receiver met 3 tunerslots. Hij wordt geleverd met 2 tuners naar keuze en er kunnen maximaal 3 tuners geplaatst worden. In de doos treffen we allereerst een nette folder aan. In die folder vind je naast de specificaties ook een uitleg over de mogelijke tunerconfiguraties en features van de software. Als je de folder omdraait, doet deze ook dienst als Engelstalige installatiegids. Hier vind je de belangrijkste aansluitaanwijzingen. Verder treffen we in de doos een doorluskabeltje voor de satelliettuners, een HDMI-kabel, de netvoedingskabel, een zakje schroefjes en rubbertjes ten behoeve van het inbouwen van de harddisk en de 300N wifi USB-stick aan. De afstandsbediening van de Ultimo is nogal klein. Op de achterzijde bevindt zich een soort mini-keyboard dat zich redelijk laat bedienen. De toetsen op de voorzijde, en dan met name de 3 rijen toetsen aan de bovenzijde en de 2 rijen toetsen aan de onderzijde, zijn nogal lastig te bedienen. Die knopjes zijn eigenlijk net te klein. De bovenzijde is net een spiegel. Na een aantal keren bedienen ziet de afstandsbediening er vettig uit. Tot slot de Engelstalige gebruiksaanwijzing. De officiële importeur AstraSat levert inmiddels ook een keurige Nederlandse vertaling bij. Aan de voorzijde van de Ultimo treffen we van links naar rechts een aantal soft-touch toetsen aan, waarmee de belangrijkste functies van de receiver te bedienen zijn. In het midden een behoorlijk groot grafisch display. Rechts achter het klepje een USB-aansluiting, 2 CI-sloten en 2 kaartlezers. Het klepje sluit met een magneetje. De behuizing is verder keurig afgewerkt. De zwarte hooglandslak van de kap is wel erg gevoelig voor vingerafdrukken. Op de achterzijde allereerst de 3 tuners. In dit geval is het maximum van 3 tuners geplaatst. 2 satelliettuners en 1 kabeltuner. Verder composiet video, analoge audio-uitgang, component video, SCART, HDMI, eSATA voor het aansluiten van een externe harddisk, 1000 megabit netwerkaansluiting, 2x USB 2.0, een seriële poort, digitale audio-uitgang, de ventilator, de netvoedingsaansluiting en tot slot de aan- en uitschakelaar. De Ultimo is goed uitgerust en maakt aan de buitenkant een zeer degelijke indruk. Als we de Ultimo aan de binnenkant bekijken, zien we linksboven de vrij kleine netvoeding. VU Plus heeft een aantal spanningen op het mainboard zelf geregeld, waardoor de voeding waarschijnlijk een kleinere footprint kreeg. Helemaal linksboven de 4 cm ventilator. De draaisnelheid van de ventilator wordt door het mainboard bepaald. Linksonder de inbouwruimte voor de harddisk. Er is voldoende ruimte om de harddisk probleemloos zelf in te kunnen bouwen. Rechtsboven de 3 tunerslots. In dit geval zijn er 2 DVB-S2 tuners en 1 DVB-C-DVB-T combo tuner geplaatst, maar je kunt bij aankoop zelf de tunersamenstelling kiezen. 2 tuners naar keuze worden standaard meegeleverd. Tot slot rechtsonder de 2 CI-sloten met daaronder de 2 kaartlezers. De afstandsbediening van de VU Plus Ultimo is een apart verhaal. De afstandsbediening is nogal klein en aan de voorzijde is deze glanzend zwart gespoten, waardoor hij zeer vingerafdrukgevoelig is. De 3 rijen knoppen aan de bovenzijde en de 2 rijen knoppen aan de onderzijde zijn erg klein, waardoor je die functies lastig kunt bedienen. Op de achterzijde van de afstandsbediening vindt zich een soort mini-keyboard, dat voornamelijk bedoeld is voor gebruik in combinatie met de webbrowser. Let op dat je bij aankoop een exemplaar met QWERTY-toetsenbord krijgt. Import vanuit Duitsland is veelal voorzien van een andere toetsenbord-layout. Het display van de Ultimo is een grafisch vacuüm fluorescent exemplaar. Het is maar liefst 256x64 pixels groot, waardoor men er veel informatie op kwijt kan. Hier zie je een aantal voorbeelden van de fabrikant. In dit voorbeeld zie je het display in de realiteit. Van dichtbij wat korrelig, maar op afstand erg mooi en goed leesbaar. De software die wij hier demonstreren is die van het VTI-team. Deze image is uiteraard op Enigma 2 gebaseerd, zoals we dat bij de Dreambox receivers kennen. Het menu is dan ook vrijwel identiek. Hier zien we de image-informatie, maar ook de geplaatste tuners en harddisk. Onder applicaties vinden we de diverse plugins, waaronder een HDMI CAC-plugin. Hiermee is het mogelijk de VU Plus de randapparatuur te laten besturen. Zo kan je door de VU Plus uit te schakelen ook je versterker en tv uitschakelen, maar ook bijvoorbeeld met behulp van de VU Plus afstandsbediening het volume van de versterker regelen. De communicatie vindt plaats via HDMI. De zapsnelheid is geheel zoals je dat bij een receiver als deze zou mogen verwachten. Binnen 2 seconden op de HD-zenders en ongeveer 1 seconde op de SD-zenders. In de VTI-software vind je talloze extra's.
Het online upgraden van de software en het online installeren van plugins is uiteraard mogelijk. In het plugin-menu treffen we ook een browser-plugin aan. Deze browser is natuurlijk de reden dat VU+ een mini-toetsenbord op de achterzijde van de afstandsbediening voorzien heeft. De browser is echter irritant traag. Dat ligt ook echt aan de browser, want er wordt hier getest met een razendsnelle internetverbinding. Ook is het bedienen van de webbrowser allesbehalve handig. Navigeren doe je met de pijltoetsen aan de voorzijde van de afstandsbediening, terwijl scrollen en typen weer met het toetsenbord op de andere zijde dient te geschieden. Je bent voortdurend je afstandsbediening aan het omdraaien en je toetsenbord aan het heractiveren. Het is allemaal niet erg handig en wij verwachten dan ook dat in de praktijk niemand gebruik zou maken van de webbrowser. VU+ had het budget beter in een fatsoenlijke afstandsbediening gestoken. De mediaspeler kan prima overweg met standaard XFIT en DivX, maar ook de DivX Plus HD variant. Verder speelt de Ultimo diverse MKV containerbestanden en DVD ISO's prima af. Verwacht echter geen geweldige mediaspeler. Wij hebben in de 2 weken testperiode nog regelmatig gedownloade bestanden met een PC of mediaspeler af moeten spelen, omdat de Ultimo ze niet slikt. Hetzelfde geldt overigens voor alle andere merken zoals een Dreambox, Xtrend, Clarktec of Easybox. Geen van alle kan als mediaspeler overtuigen en is als zodanig natuurlijk ook niet bedoeld. Timeshiften doet de Ultimo uitstekend. Ook vooruit en achteruit skippen kan de Ultimo niet van slag brengen. Door de mogelijkheid tot 3 tuners te plaatsen heb je uiteraard meer vrijheid bij het opnemen. Timerconflicten blijven zo grotendeels achterwege. Wij zijn erg te spreken over de VU+ Ultimo. Op de slechte afstandsbediening na heeft men een uitstekende receiver op de plank gezet. Zie ook onze geschreven review op zatvoorop.com.